Over wie heb ik het? Dames en heren, geef een applaus, want ik heb het over Harry Mary Meets the Moss! Het ging wel te gek, we speelden wel oké, ondanks het slecht, de moeilijke akoestiek. Hè? Ondanks de moeilijke akoestiek speelden we wel oké. Ik heb niet te veel fouten gemaakt. Soms is het moeilijk om alles te horen, maar hier hebben we daar wat minder last van, want hier is het afgedekt. Dus zal wat beter gaan. Maar in het algemeen was het wel een bijzondere ervaring om zoveel mensen in de buitenlucht te zien staan. Ja hoor, ik ben er wel tevreden over. We hebben er jaren aan gewerkt, hè, min of meer. Ook met twee producers gedaan. Dus heel wat werk verricht. En omdat het album zijn bestaansrecht te geven. En het te doen bestaan en de ontstaansgeschiedenis van onze eerste cd kan zeker wel als een soap worden gerekend. Er is niet veel misgegaan, maar tegelijkertijd is er ook weer wel wat stroeve dingen gebeurd. Ik schrijf er wel een boek over. Op dit moment nog niet veel, want de plaat is sinds vrijdag klaar en hij is dus nog heel vers, dus we moeten nog ervaren wat de reacties zullen zijn. Ik ken Harry al vanaf zijn eerste optreden zo'n beetje, denk ik. Ja. En dat is tof, je bent bij mijn podiumdebuut geweest in Rotterdam. En ik ben altijd wel een liefhebber van zijn muziek geweest vanaf het eerste moment. En gelijk gevraagd of hij wel eens met ons meedeed met mijn vorige band, met Cheech Wizard, deed hij ook wel eens mee. Tenminste, dat we op zijn beurt gingen spelen. En toen ineens het verhaal kwam van dat hij met een band wilde spelen. En dat Bruno, Wouter en ik daarvoor
de kandidaten waren om dat te doen. Omdat we elkaar goed kennen. En dat, dat, ja, dat was echt heel tof. Ja, het is... we zijn nog niet zoveel op pad geweest, maar we zijn in Nederland op pad geweest en naar Friesland. Dus, het is wel wat anders, wel wat gezelliger ook en wat completer. Zo. En, het is wel anders. En, je kunt vooral ook veel klessen bessen en in je eentje, dan kun je vooral veel mediteren. Dan kun je vooral veel klessen bessen. Ik weet niet of het een leuker of beter is dan het ander, maar het een is wel anders dan het andere. Ja, wie weet. We hebben al een aantal optredens gedaan, maar een echte tour, dat zou wel leuk zijn. Hè? Oh, dat gaan we zeker doen, dat is 100% zeker. We gaan ook naar Amerika en we gaan ook in Europa, eventueel ook Australië, maar het is nog niet zeker. Maar we gaan zeker wel in Europa toeren en hopelijk ook volgend jaar in Amerika, het liefst in Los Angeles of Miami of zo. Oh, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. We hopen van wel. Het hangt vooral van financiën af. Ja, en van subsidie hangt het ook af. Dus financiën, subsidie en vooral combinatie van die twee en de volgorde. De flamenco's of de schien. Of de flamingo's of de flamingo's? Flamenco's. Flamenco's. Of de rosita's. Ja, we gaan wel eens even met z'n vieren zo staan en dan wow, must. En dan, als we dat even gedaan hebben, dat doen we dan zo een paar keer. En als we dat gedaan hebben, dan, dan hebben we zoveel zin om het podium op te gaan. Dan gaan we elkaar wegduwen om zo snel mogelijk bij het podium te zijn. Zo'n effect heeft dat op ons min of meer. Ik hoop ook waar we het net over hadden, over optreden. Ik hoop ook eigenlijk dat we heel veel kunnen gaan spelen, maar ook met de achtergrondzang erbij. Want hij heeft al die muziek zo uitgeschreven en we hadden dat opgenomen en toen in de studio was het klaar. Nou, tof. Ja, nu ga ik nog even de achtergrondzang erbij doen. Dus we kwamen op een gegeven moment de studio weer eens een keer in en toen hoorden we die partijen daar weer doorheen verweven. En dat, eigenlijk moet het er gewoon bij. Het is echt een deel van ze zingen echt andere dingen dan wat wij doen. Het is wel, als het allemaal goed op zijn plek valt, is het een heel mozaïek van melodielijnen. En dat is, eigenlijk moet het er gewoon altijd bij. Als je met vuurwerk stunt.